Yo kijkers van Dubby Games, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En zoals jullie zien, we zijn vandaag in Roemas, mijn gebied, Hertog Cosmo gebied. Ja, en ik ga nu eventjes een tour doen door het gebied, of meerdere tours natuurlijk. Ik ga niet alles in één keer laten zien. Alleen, dat doe ik nu met name aangezien, het is natuurlijk vakantie wat iedereen weet. En heel veel van mijn mensen zijn op dit moment op vakantie. Ik heb op dit moment alleen Jerry tot mijn beschikking. Eén persoon, met mij is samen twee. Voor iedereen weet waar we met de storyline waren gebleven. Hebben wel wat meer mensen nodig. Ik kan natuurlijk iets anders gaan schrijven. We moeten nog even zien hoe we dat gaan doen. In ieder geval, dan weet u dat waarom er op dit moment eigenlijk eventjes geen storyline is. En waarom ik hier nu in mijn gebied ben. Ik heb speciaal hiervoor Fly aangevraagd. Even bij iemand met op in de server. Dan krijg je gewoon Fly. En dan, zodra je uitlogt, is het weer weg. Dus het is alleen puur even hiervoor. Zodat ik eventjes ook wat vliegen en dingen laten zien. Hier hebben we allemaal platformen. Daar moeten we helemaal rondom nog gaan maken. Maar dat is ontiegelijk veel werk. Dus dat schiet gewoon ook niet echt op. Maar ja, het duurt gewoon echt ontiegelijk lang. En zeker als ik nu maar één persoon tot je beschikking heb, nou ja, en het is lekker weer, dan gebeurt er sowieso niet zoveel. Nou, dit is de welbekende poort volgens mij, die iedereen wel zo'n beetje heeft gezien van de storyline. Als we hierheen lopen, de dispensers die we kunnen aansluiten en dan een zeer dodelijke trap hebben. Maar goed, dat hebben we vaak uitstaan. Want er zitten hier meerdere traps die dan ook aanstaan. En dat is gewoon de trap naar boven, die kent iedereen ook volgens mij wel, waar we veel gebruik van maken. En dan hier meteen rennen wij altijd. Oh, show de tering, what the fuck. Rennen wij altijd meteen rechtdoor de troonzaal in. Nou, de troonzaal. De chessroom. Maar hier zijn ook nog torens, alleen ja, die moeten we allemaal nog aanpassen. Dan vlieg ik even daarom naar boven. Oké, dat is mooi, daarom heb ik een fly aangevraagd voor dit soort dingetjes. Hier hebben we er eentje staan, daar hebben we er eentje staan. En op die rand die je hier ziet, die moeten we helemaal eigenlijk nog gaan opvullen met een aantal torens. Zoals uitkijktorens zijnde. Alleen het is gewoon zoveel werk om zo'n toren te maken. Dat, ja. Het duurt zo ontiegelijk lang. Maar goed, we gaan verder. Hoppatee. Goed, nou hier hebben we dus die twee torens. Maar die zie je meestal voor mij maar in een flits. Onze lavafontein. Om het toch een beetje gewelddadig eruit te laten zien. Dit was een idee van Ara, dit weed hier neer te zetten overal. Dat is alleen het eerste gedeelte. Op zich wel leuk, maar ik vond het een beetje overbodig. Daarom is het ook niet verder gebeurd. En dan dit gebouw, de chessroom. Het is op zich een best een rare plek voor een chessroom. Ik bedoel, je komt een kind naar binnen gerend, boom, in de chessroom. Dan moet ik wel bij zeggen, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen privé chessroom. En er zit nog ergens een andere kamer in dit gebied, die ik natuurlijk niet ga laten zien. En hier zit er, op zich in deze chessroom zitten wel allemaal belangrijke spullen ook van ons. Qua tools en bouwmaterialen. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Maar misschien wel leuk is om te vertellen, dit gebouw houdt eerst een andere vorm. Want dit zou eigenlijk eerst de troon zou worden. Alleen had ik zoiets van, ik weet het niet. Hier de troonzaal, dat moet op een andere plek. Dus hebben we de boel een beetje door de helft gesplit. En een beetje aangepast. Nou, is een chessroom geworden. Ook waar je op vier kanten, eruit kan. Rare zin. Nou goed, even kijken hoor. Even kijken. Dan gaan we nu hier naar beneden. Want dit kennen jullie ook volgens mij wel. Want dit zien jullie heel vaak. En dan ga ik eerst even hier naar boven. Ach, er is zoveel te zien hier, mensen. Het is zo leuk hier. Het is zo leuk. Toen, kijk, dat zou dus eerst de chessroom worden, dat gebouw. Toen zou dit de chessroom worden. Alleen, toen had ik zoiets van, nou, ik weet het niet. Dat vind ik ook niet echt een goede plek voor een chessroom. Dus, dit gebouw staat nog steeds leeg. Goed, hier hadden we een postvakje staan. Voor de mensen die aan het bouwen waren, dat als wij niet waren, dat ze konden lezen wat ze konden doen. Goed, op zich, dit gebouw is op zich, ziet er op zich nice uit. Alleen, het heeft nog geen doel, dus misschien is het wel leuk voor jullie mensen. Als jullie naar kijken, wat moeten wij doen met dit gebouw? Waar gaan we dit voor gebruiken? Laat gewoon in de reacties achterin, misschien gaan we daar wel voor gebruiken. Zou leuk zijn. Even kijken. Ja, ik ga maar gewoon eerst weer naar beneden. Voor we te ver alle kanten op rennen. Maar ik kan natuurlijk nog vliegen, dat vergeet je gewoon als je het hebt. Nou goed, hier kan je dus ook naar buiten vanuit de chessroom hier zo. En dan hebben we hier allemaal trappetjes. We hebben altijd trappetjes gewoon van platform naar platform. Aangezien wij allemaal platformen hebben gemaakt, hoog, laag, zoals jullie hier ook wel zien. Kijk, nu is ik een stuk lager dan dat platform of dan dit platform. En dat hebben we juist expres gedaan. Het ziet er gewoon lijp uit. Het is een keer wat anders dan gewoon allemaal ronde platform met een muurtje eromheen, daar een klein stadje op. Het is echt gewoon op en neer. En het is ook zeg maar meteen verdediging. Het is een stuk lastiger om iemand zo te pakken als je de hele tijd omhoog en naar beneden moet. Als je valt krijg je meer damage als je iemand omhoog ziet gaan en allemaal van dat soort dingen. Dus dat is allemaal op zich wel over nagedacht. Nou, dit was onze blacksmith eerst. Als ik me niet vergis. Ja, dit was eerst onze blacksmith. Alleen, die vond Ara volgens mij te klein. Dus toen heb ik gezegd van,
jongens, deze blacksmith die kunnen op zich wel houden, alleen er moet een nieuw worden gemaakt, een grotere. Kijk, hier zit lekker allemaal lagen onder. Op zich, nice gebouw dit. Nee, volgens mij, wie heeft dit toch gemaakt? Ik weet het niet eens meer, sorry. Ik weet het niet. Zeg, maar dit staat er ook al behoorlijke tijd. Even kijken hoor. We hebben hier nog een heel groot vierkant gebouw. En dan denk je, wat de fuck, lelijk vierkant gebouw. Maar dit is zeg maar onze trainingsplek. Hier train ik mijn soldaten voor privé. Hier kunnen ze gewoon lekker slapen met z'n allen. Gewoon dikke party. Party hardy. Allemaal gewoon slapen, stapelbedden. Kunnen genoeg mensen kwijt, zoals jullie zien. We hebben hier de spullen, waarschijnlijk de chesten met spullen erin zitten. Eten, gear, of dat soort shit. En dan zijn dit onze dummies. Waar we zeg maar op trainen. Dus hier kun je op slaan en schieten, dat soort dingen. Maar schieten gebeurt hier op de button. Holy shit, what the fuck. What the fuck. In ieder geval, hier heb je de button waar je op kan... Oh, de speed, lol. Waar je op kan schieten. Nou, hier heb je gewoon de pumpkins. Ik denk dat iedereen dit concept wel een beetje kent. Dat je gewoon een trainingsplek hebt, zeg maar. Waar je soldaten kan trainen. En ik vind het op zich een nice idee. Iedereen die het heeft gemaakt, ik weet het zelf ook niet. Want het is heel veel gebouwd toen ik zelf niet online was. Omdat ik toen ook nog bezig was met mijn YouTube kanaal, zeg maar, draaien te krijgen, al dat soort dingen. Dus ik ben echt blij diegene die dit heeft gemaakt. Ik vind het gewoon echt een superleuk idee wat er gewoon in Roemas is gebeurd. En ik kreeg in het begin al de mensen iets van, ik kreeg heel veel reacties van, nou, het ziet er wel lelijk uit, bla bla. En dan zeg ik van, maar je weet dat dit helemaal is opgebouwd in 3 à 4 dagen. Oké, respect, het is echt mooi, het is wel nice en dat soort shit. Nou, het is gewoon een leeg huis, waarschijnlijk zou dit gewoon een huis zijn voor iemand die hier zou kunnen gaan wonen of wat dan ook. En dan zou je denk ik hier ook weer hebben, yep, gewoon een leeg huis. Maar ja goed, hier kan dus ook nog allemaal tuinen worden aangelegd of wat dan ook. Alleen, het probleem is, kijk, je bent zelf als zijnde in Roemas heel lang bezig. En dan zie je zelf niet, maar niet meer wat je moet gebeuren, wat er kan komen. Dus mensen, ik wil jullie er een beetje in betrekken. Vertel, wat kunnen wij met dit stuk grond hier doen, de huizen inrichten, geef er ideeën over. En bijvoorbeeld tuinen of weet ik veel wat. Weet je wel, ik bedoel, wees lekker creatief. En als ik het leuk vind, of iemand anders van Roemas die toevallig leest op mijn kanaal, die heeft zoiets van, hey, dat ga ik doen, dan kan het gewoon worden opgevuld. Daar schieten wij ook wel mee op. Het is niet dat wij geen inspiratie hebben, maar toch, het is als je zo lang bezig bent en alles gaat zo door elkaar, dan zie je gewoon dingen over het hoofd. Dat is hier een klein beetje decoratie, dit soort dingen. Ja, ik weet ook niet waarom het er zit, maar weet je wel, dus het vult een beetje op. Nou, een kleine marketplace hier in ieder geval. Hier doen we eigenlijk niks mee, het is meer voor de sier, maar het is natuurlijk wel leuk als je in een kingdom hebt, waar je echt ook een soort van markt hebt, waar je dingen kan kopen eventueel. Oh, skeleton. Nou, hier loopt het trouwens ook dood hoor. Als je hier naartoe rent, dan ben je echt fucked. Want hier loopt het dood. Lavafonteintjes. Of water, lava-watervallen. Lava-vallen. En hier is gewoon een tuin. Alleen doordat het... Oh, het loopt hier niet dood. De fuck, deze heb ik nog nooit gezien. Deze trap. Maar ja, omdat hier van een moerasgebied is, wordt alles zo donker, weet je. Dit is eigenlijk gewoon gras, maar dit is een rare waas eroverheen met John Smith. Maar goed, doet er niet toe. En dan komen we hier alweer uit en even kijken. Dan hebben we gewoon dat benedense platform gehad en daar hebben we gewoon een hele video over gemaakt. Dan hebben we hier nog een bos wat we hier zelf hebben geplant. Het is gewoon als houtvoorraad belangrijk, want je ziet dus best wel wat van hout hier. En nou, hier hebben we dan nog een schietbaan, alleen die is een beetje gegriefd, zie ik. Hier mist een paar dingen. Maar goed, hier trainen we serieus op. Dan gaan we gewoon steeds ook verder van achter te staan, want als je heet het hier staat, is het natuurlijk te makkelijk. En dan gaan we op allemaal verschillende manieren proberen alles te raken. Zoals je ziet, nou, dat is gewoon slecht, dat is gewoon middelmatig voor mij, dat is goed, weet ik veel hoe ze het allemaal hebben bedacht. Doet er ook allemaal niet toe, in ieder geval hartstikke leuk. Mensen, dit was deel 1 van de Tour de Roemas. Vonden jullie dit nou leuk? Vergeet dan zeker niet even op het groene duimpje te klikken, daar help je mij enorm mee. Dat vind ik leuk. En laat gewoon lekker veel reacties achter. Dat vind ik ook leuk, ik lees ze allemaal en op degene waar ik op kan reageren, reageer ik op. En vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie bij deel 2. Later!